Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben te maken met veel bewolking. Dat hoort bij een depressie die over de Noordzee trekt. En die zorgt ook voor onstuimig weer nog vanochtend. Aan zee waart het stormachtig uit zuidwestelijke richting, windkracht 8 en boven land krachtig windkracht 6. Alleen later vanochtend en vanmiddag gaat de wind wat luwen. En de regen is inmiddels ook al grotendeels weggetrokken. Vanmiddag valt hooguit een enkele bui, maar op veel plaatsen is het droog. Het is daarbij wel erg zacht, zo'n 10 tot 11 graden. Laat vanmiddag en vanavond volgt er vanuit het westen opnieuw regen. En ook vanavond blijft het gewoon zacht met 10 tot 12 graden. Dan morgen hebben we in eerste instantie te maken met veel bewolking. En dan opnieuw wordt het onstuimig. Met aan de noordkust zelfs kans op een westerstorm. Windkracht 9 is dat. Ook in de rest van het land staat veel wind. Later op de dag, vooral in de middag en de avond, neemt de wind weer af. Draait naar westelijke richting. Het is dan nog wel erg zacht. Ja, een graad of 13. Dan zondag vallen een aantal buien, misschien met een winters karakter, het is dan een stuk frisser, 5 tot 7 graden wordt het. Maandag en dinsdag blijft het vrij wisselvallig met wat zon, ook buien en de middagtemperatuur zo rond de 8 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.